Gaan we nog maar naar Stijn van der Veten. Ja, na twee dagen heel blij. Heel blij. Dat is echt de juiste man op de juiste plaats, denk ik. Die, ja... ik heb voor Stijn gekozen, want Stijn is voor mij Stijn Cinema. Die gaat op zoek naar, naar het beste. Die wil voor ieder shot wilt die mooi maken. Soms doet er veel eens toe voor mij, maar dat is nodig, die strijd. En die is ook ongelooflijk technisch ondergaan. Die gaat op zoek... Allee, voor deze film werken we met twee soorten lenzen. We hebben een verhaal in het heden. En vooral in de toekomst. Het heden filmen we met oude kleine lensjes die in een nieuwe behuizing zitten, die lenzen van de jaren 50. En voor de toekomst filmen we met de nieuwe anamorphics, die echt fantastisch zijn. En ja, dat is ook dankzij Stijn dat zo is, want dat is allemaal niet evident, al die twee setdozen en die regelt gewoon allemaal. Die heeft zoveel connecties en zo. Ja, en die maakt, ja, bottom line is, die is super snel. En ieder shot ziet er echt goed uit. Die werkt heel veel met, dat vind ik heel, heel tof, die werkt heel veel met negatief licht. Dus heel veel met zwarte doeken. Dus om contrast te creëren, niet door meer licht op één kant te zetten, maar echt door het andere heel donker te maken. En dat marcheert, ja. En die is ook met de camera, er is nooit een issue, die zit altijd waar ik wil dat die zit. Dus ja, allee, tot nu toe, ik ben twee dagen bezig, loopt dat heel goed, ik ben heel blij. Dat is echt top eigenlijk, ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.